Hi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben er bij de Intouchfish en het is heel warm. Nou, dit is echt vet heet, maar het is gewoon even fijn. Ik heb het al dit al gaan. En ik heb een paar leuke dingen gekocht. Vooral schoolspullen. Want ik vind dat wat leuker. En ja, ik heb vooral schoolspullen gekocht. Ik heb 4 dingen gekocht. 3 schoolspullen en 1 ander ding. Ik ga eerst beginnen met andere. Ik had een paar jaar geleden ook al van die serveertjes oorbellen in het roze, in het donkerroze. En, maar toen zaten ze nog apart en toen ben ik die kwijtgeraakt. Oh, dus dat zijn dus deze. Die mooie veertje oorbellen. Oh. Oh ja, ik heb gelukkig wel weer van die zachte sluitingjes, want die is bijna af. Die zit wel van die sluitingjes en bij die andere niet. Baby blauw ongeveer en donkerroze. Die waren 3 euro. Best goedkoop voor 2 oorbellen. Dan gaan we over naar de schoolspullen. Ik heb 1 heel leuk ding, maar die lijkt eigenlijk heel. Ik heb een reetmachientje. Die was 2 euro volgens mij. Dat is een verschillende kleur. Ik heb een roze genomen. Dus een reetmachientje. De potloden waren 1 euro. En ik weet niet of mensen het al weten, maar dit in Haarlem heeft voortaan merchandise. Zoals mappen, instructies en schriften. Kan je ook om bij de Intouch kopen. Ik heb dit mooie Dylan Hagens team schrift. Dit is Dylan Hagens, Marit... Rick of Teun? Ik weet niet meer. Rick, volgens mij dus Teun, denk ik. Oké, ik weet die twee niet meer. Die weet ik ook niet, maar die twee weet ik niet meer. Ga ik al door de war. En hier is Ginger. En ze hadden we met vakjes. Maar deze heeft lijnen. Dus dat vind ik wat fijner. En dat is wat ik heb. Ik ga het nou allemaal uitproberen. Behalve de... Oh, bijna die doe ik nog niet. Dat is te warm voor. Ik ga even beginnen met deze. Met de dingen. Ik vind het echt zo goed voor. Mijn jammer is, etui was heel duur. Die is gewoon 10 euro. Dat vind ik een beetje te duur. Hij is heel licht, merk ik. En heel klein. Hij is echt super licht. Oh ja, en hij doet ook al meteen. Hè? En hij doet ook al lekker. Ja, kijk, hij typt heel lekker, kijk maar. Hij typt super lekker. Maar hoe gaat hij nou uit? Dat is altijd de vraag, hè? Nee, deze gaan altijd vanzelf volgens mij uit. Deze zijn heel dun, licht. Handig voor mee in je tas nemen als je altijd mee naar school en vooral te middelbare scholen. Denk ik. Mag ik zo'n ding meenemen? Dan is dit denk ik wel een aanrader. Hij is mooi simpel. Hij is klein. Hij kan makkelijk in je tas. Hij heeft ongeveer de grootte van de telefoon. Nou, even kijken. Ja, hij heeft echt de grootte als. Hij heeft de grootte van een telefoon, dus als je dat kan je ook controleren. De grootte van een telefoon en hij is gewoon super licht. Dat weet je ook al zo. Wow, hij is licht. En hij is ook heel dun. Dus hij is heel fijn. Eigenlijk een prullenbak gooien. De gebruiksaanwijzing. Ja, ik heb geen gebruiksaanwijzing nodig. Want een reetmachientje is een reetmachientje. Als je nou een aantal bedrag kan schrijven, is ik er wel blij mee geweest, maar dat kan niet. Plaats de batterij. Zit er batterij in? Plaats de batterij in een compartiment zoals aangegeven door
de plus- en de mintekens. Terwijl lege batterijen of batterijen die voor een lange periode niet gebruikt zijn, gebruik nooit verschillende batterijen tegelijkertijd. Probeer niet oplaadbare batterijen nooit op te laden. Werp lege batterijen nooit in het vuur. Door beide handleidingen kunnen de batterijen exploderen. Batterijen niet weggooien maar inleveren als KCA. Nou ja, de batterijen zitten er al in, maar dus ja, iedereen weet hoe je met batterijen om moet gaan. Dus als je slim bent, dan weet je wel. Dan ga ik mijn schrift uitproberen en potloden. Ik ben hier heel blij mee. Maar natuurlijk ook met de oorbellen. Ik denk dat ik toch beter een ander compact hand is. Dus hiervan sluit ik een keer kapot. Maar ja, nou, dat maakt niks uit. Nou, deze potloden uitproberen. Er zitten er 6 in. Niet vallen. Ik zou ze zeker hierin bewaren. Die punten zijn echt scherp altijd. Maar ik zou ze zeker hierin bewaren, raak ik ze nooit kwijt. En nog één ding. Ja, hoe noem je dat? Ze van minder snel. Ja, je raakt ze nooit kwijt en ze blijven mooi bij elkaar. Ja, of het is bij scherp potloden dat ze afgeven bij alle potloden, hoor. Dus zie je, daar gebeurt niet bang zijn, dat is bij alle potloden. Ze hadden ook pennen, dat vond ik al leuker. Die stiftpennen, maar het nadeel daarvan is, die waren 5 euro. Nee, 7 euro. En ja, ik was sowieso 10 euro overlaten. Dus klopt, bij elkaar kostte 7 euro nog wat. Ik zal het even uitrekenen. 2,99. Daarvoor is dit zo handig. Plus 99. Even opnieuw. 2,99 erbij. 0,99 erbij. 2,99. En deze was 2. Ik zit nou wel op 3. 4, 5, 6, 7. En deze was 25 cent of zo. Zo, volgens mij zit hier ergens korting op, want het was. Ik had uitgerekend 10 euro. En dan was deze denk ik 1 euro. Ja, 7,97 euro. Dan denk ik een paar cent minder. Want ik. Ja. Ja. Ik kwam, het is een paar cent minder, maar ja. Het was wel iets meer dan 7 euro. Nou, dus dit is heel fijn. Oorbellen zien er fijn uit. Dus ja, ik ga nou mijn schrift uitproberen trouwens. Een pot langer. Ik maak hier een aparte video over. Ik zei heel vaak wat je doet of zegt. En wat je denkt. Dus daar ga ik waarschijnlijk ook een video over maken. Dus ja. Doei, ik ben nog even niet aan het filmen, denk ik. Of het is een 4, ik weet niet. Maar ja. Tot de volgende keer. Doe een duimpje omhoog. Abonneer onder. Want dan ben ik echt heel blij. Zet iets leuks in de reacties. Of zet iets in de reacties als je nog iets weet. Dus dan ben ik dus heel blij. En trouwens. Ga naar het kanaal Dillenhaven. Ze heeft meerdere
ding, filmpjes. Gewoon top 10. Cliffhanger. Animatie. Dus, en abonneer ook gelijk op Den Hagens. Doei. En like Den Hagens. Doei.